kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves Remus en ik zal zeggen, ik heb vandaag niet veel gedaan. Alleen gaan werken en dan ook nog naar mijn schatje Bea toe. Ja, jullie zien hier een koordje hangen op een USB. Dat is van mijn dashcam. Wat heb ik dan nog vandaag gedaan? Ik heb vandaag een kleine roadtripje gemaakt. Van hier naar... Dan moet ik nog zien hoe dat dan moet. Ik heb een redelijke grote roadtrip gedaan, want ik ben ook bijna beland bij Herk de Stad. Ik ben ook nog in Sint-Joris geweest. En dan ook nog eens in... Ik zal het dus niet bij... Elke centrum, niks, nergens bij. Ik denk dat dat ter kust is. Dus ik ben op Pokémon Gyms. Mijn Pokémon zijn wel in Gyms gaan zetten. Ik zit er nu in totaal in 12 Gyms. 12 of 13 Gyms. Dat is meer dan genoeg voor vandaag. Dan ga ik het over horen. Pikacoins ook gaan krijgen. Want ik betaal niet voor Pokémon Go. Wel een klein beetje omhoog van dat ik toch een afkosten doe. Omhoog van naar die Pokéstop, naar die gym toe te rijden, naar die gym toe te rijden, naar die gym toe te rijden. Ja, het kost ook wel redelijk veel geld. En uiteindelijk ben ik al uit 3 gyms al gegooid. Ik ben begonnen om 21 uur. En dan wat gymveroveringen doen. Tot nu 23 uur 20, want ik moet nu binnen dit en 40 minuten terug thuis zijn. Omwille van ook van de nachtklok, jammer genoeg. Ik ben iets heel moois ook aan het maken van, ook van Pokémon. Er gaat iets, een hele lange filmpje ook online komen binnenkort op mijn YouTube kanaal. Met alle Pokémon's wat ik ook al heb gevangen, waar ik screenshots heb van genomen. Soms vergeet ik het wel eens, sorry daarvoor, soms vergeet ik het wel eens dat ik eens een screenshot trek. Maar ik probeer het altijd mijn best te doen. Ik probeer altijd mijn best te doen. Altijd. En ik ben daar nu een hele lange filmpje van aan het maken. En dan, ja, oké. Okay. En wat heb ik ook nog vandaag gedaan op mijn werk? Ik ga dat ook, terwijl ga ik ook niet naar binnen toe. Oh, het is frisjes buiten. Dan moet het toch niet de hele tijd een autovlog zijn. Dan ga ik ook gewoon naar binnen toe. Dan kunnen jullie dat ook weer om meevolgen. Integraal. Blijf het maar wel op één fragment. Maakt niet uit. Ben ik niks vergeten? Ik voel het. Nee. Hier nog iets. Heb ik alles. Even altijd een dubbele check doen. Zalig, die frisse lucht. Moet ik wel eerlijk toegeven. En ja, ik ben al vandaag bij mij thuis geweest. Ik ben nog op Discord geweest voor Shift Happen, Spierentee, Tamara, Mano, noem maar op. En nu ben ik pas echt officieel thuis aangekomen. Ik pak ook de lift. Ik ben echt heel moe. Ik ga ook zometeen ook slapen. Sorry dat het zo'n korte vlog is, maar dat is altijd door de week. Dus als ik meer tijd heb, dus wil ik ook morgen. Morgen heb ik maar een halve dag. Dan. Uh,
ik had ook mee vloggen. Morgen moet ik ook nog naar het ziekenhuis toe. Niet voor mij, maar voor mijn schatje. Ik steun haar. Ze laat haar ook onderzoeken. Want ze loopt al maanden rond met de last van haar maag. En dan ga ik ook haar steunen als zij terug uit het ziekenhuis komt. En ja, de projecten lopen hier ook nog stilletjes af aan. Maar op zijn gemak, het dode gemak, geef ik eerlijk toe. Ik ga jullie het ook laten zien wat ik bedoel. Kijk. De puzzel ligt hier ook nog altijd. Hell yeah, hell yeah, hell yeah, hell yeah. Die ga ik ook nog af, want ik mag er niet aan verder doen. Omwille van, ja, dat wordt hem. Dat wordt de puzzel. Dat is wat die foto is. Dat wordt de puzzel. En ik denk ook de fans die dat ook al allemaal in elkaar hebben gemaakt. Dankjewel, Boef, voor dat. En dan hebben we daar ook nog Boef Side the Pins, Put Up You, Shift Happens. Ik zal jullie nooit vergeten. Want jullie doen uiterst ook jullie goed. Jullie werk ook onder Cycle TV. Wel puur vrijwillig. Maar ik accepteer jullie werk. Ik ben daar echt heel eerlijk in. Ik accepteer jullie werk. En dan ben ik verwonderd. Ik ben een USB, zo'n SD-kaartje. Ben ik kwijtgespeeld, denk ik. Van 32 gigabyte. Want die ging ik ook gebruiken voor mijn dashcam. Want ik wou die al instellen bij mijn schatje. Maar misschien ligt hem hier nog wel ergens. Ik heb even zo op me neergelegd toen ik thuis ben aankomen van het werk. En ik zie hem momenteel even niet liggen. Nee. Oh, morgen. Wat ga ik morgen nog doen? Morgen ga ik hier ook nog de afwas doen. Moet ook gebeuren. Morgen namiddag probeer ik dus eerst de afwas doen, dan even wat rusten. En dan naar Bea toe gaan, als rust de tijd voor is. Hè. Want ik wil echt voor zijn voor haar. Maar wat wil ik dan nu nog doen? Ik ga ook nu nog gauw de vlog nog in de kanders steken. Het is bijna 11:30 s'nachts. Ik ben praktisch niet met de computer geweest vandaag. Echt waar niet. En wat zegt het ook buiten? Niet veel. Maar ze zijn wel al begonnen te werken. Ziet? Ah ja, er was ook eens ooit eens de vraag geweest van de bekers. Ah wel, dat kan ik ook wel integraal in deze vlog gooien. Maar het zijn wel redelijk veel bekers. We beginnen eens op deze kast. Mijn allergrootste beker wat ik ooit heb gewonnen is deze. Dat is de eerste plaats van de Compo Truck Mania United, die hele Lombardy 1. Daar was ik eerste plaats geworden van Truck Mania. Dan gaan we door naar de volgende trofee. Dat is de BBSF trofee. Van welk jaartal? Dat staat er ook altijd op. Van 2004 tot 2005. Daar heb ik dus een medaille gewonnen. Dan hebben we hier ook nog de Jeugdclub Olympia Liga 2001-2002. Eerste plaats. Dan hebben we de volgende beker. Is Jeugdclub Olympia Duo Toernooi 2000-2001. Zesde plaats. Ik zal het zo houden dan. Zesde plaats. Dan hebben we de volgende beker. Ik ga deze er terug rondhangen. Voilà, dat ik die niet verlies. Of anders zal dat wel echt heel jammer zijn. Hier hebben we de BBSF FSBB Intercity 2003-2004 trofee. Heel mooi. Dankjewel daarvoor. Ja, maar, en ik heb er ook al voor gespeeld. Dan, de derde plaats.
Liga 1998-1999, derde plaats. Dankjewel. Yeah, derde plaats, derde plaats. Dan weten jullie toch ook een klein beetje hoe goed dat ik ook ben in bowling. Ik zal ook binnenkort ook eens mijn bowlingmateriaal ook eens laten zien. Want ik wil echt integraal heel graag terug gaan bowlingen. Echt waar. Ik wil terug in een club gaan zitten. Ik wil daar terug voor gaan. Ook naar de gaming scene toe. Ik wil ook naar LAN-parties terug gaan. Ik wil ook terug naar pretparken gaan. Ik wil terug echt heel mijn oude leven terug heroppakken. Oké. Tweede plaats. Liga 2002-2003 Jeugdclub Olympia. Maar dat is echt van jaren geleden, hè. Dan gaan we door naar de volgende. Dat is de Intercity 2004-2005 trofee. Daarna hebben we de Intercity, opnieuw de 1999-2000 trofee, BBBSF, FSBB. Dat is van de Bowlingbond. Afkortingen. Moet ik nog eens goed op gaan zoeken. Dan hebben we hier ook opnieuw de Intercity trofee. 2001, 2002, je ziet gouden plaats. Yeah! Dan hebben we hier een hele mooie trofee. Dit vind ik een van de mooiste trofees wat ik ooit heb gewonnen. Jeugdclub Olympia. Duo-toernooi 2001, 2002, zesde plaats. En dat is echt heel mooi gedaan. En die kun je zelfs ook ophangen. Ik vind het raar, moet je dat zo ophangen? Nee, want dan kun je toch niet lezen, want je moet dat toch zo ophangen. Oké, dan gaan we naar een grotere beker toe. En die is ook van glas. Dus dat is niet zomaar een beker. Dames en heren, dit is niet zomaar een beker. Dit is de eerste plaatsbeker van Provincial Championship 2010-2011, Scratch O, Limburg, eerste plaats. Dus ik was ook als eerste in gans Limburg met bowlingen. Dan hebben we hier opnieuw zo'n kleine trofee, bedoel, zo'n medaille van de BBSF, of FFPS, van Intercity 2000 en 2001. Dan hebben we hier ook nog iets heel moois. Vind ik ook nog iets heel moois. Provincial Camp 2011-2012, dubbel Limburg Heren klasse C. Het blijft maar trofees waaien. Dan hebben we hier ook opnieuw zo'n hele mooie beker. Ik kijk dat eens. Hier staat op Jeugdclub Olympia Liga 1999 2000 derde plaats. Dan gaan we naar de volgende schap. Hier, dat is van het gamen. Iedereen moet deze logo wel kennen, hè? Ah nee. En dat is niet van FOM. Oh. Ik had ook eens ooit eens een medaille van FOM, maar die ben ik kwijt. Of al moet die ergens anders er hangen? Ik ga eens even kijken. Want hier hangt ook nog een en het ander tussen. Ja, kijk hier ze. Frag-O-Matic. Frag-O-Matic 18.1, dames en heren. Frag-O-Matic 18.1. Dat is ook al even geleden. Dan heb je hier ook nog de Vereniging Hasselse Carnavals groepen. En dit was ook iets van een carnavalsgroep. Maar hier staat jammer genoeg niks op. Heb ik dan hier nog iets? Ja, deze. CV de hondenpootjes, ook van de carnaval. Even terug open doen.
En ook terug ophangen. Voilà. En voilà. Dat hangt hier allemaal nu samen. En die medaille waar ik ook hier vast had, dat was van Lancelot. Dan gaan we terug door naar de schap. Dan hebben we hier jeugdclub Olympia duurtoernooi 1999-2000, vierde plaats. Ja. Yeah. Dan jeugdclub Olympia, zevende plaats, clubkampioenschap 1998-1999. Dan hebben we hier ook opnieuw zo'n hele mooie beker. Regionale Championship, Jout. Limburg 2001-2002, Boys MB, tweede place. Second place, yeah. Tweede plaats. Kan niet altijd eerste zijn, hè. Gewoon zodat er redelijk wat getalletjes er rond schaffelen. Dan hebben we hier nog, ook nog een hele grote beker. BBSF, FSBB, Regionaal Yacht Championship 2004-2005. Tweede plaats. Boys, JB, Limburg. Dan, het blijft maar een beker stromen hoor. Hier, Provinciaal Kampioenschap 2011-2012, singles, categorie D, Heren Limburg. Hier. De Ronde Neuzendag. Tompie. Ik steun het. Dan hebben we hier ook nog een hele mooie beker. Dit vind ik ook nog een van de mooiste. Deze. Ziet dat dus hoe mooi dat gemaakt is. Ik zal de tekst opnieuw voorlezen. Liga, vijfde plaats. Seizoen 2004-2005. Jeugd, bowling, Olympia. Maar die maken echt hele mooie bekers. Dan gaan we door naar hier opnieuw Intercity. Die heb ik een paar keren, die trofee. En dan de allerlaatste is jeugdclub Olympia Liga 2003-2004, vierde plaats. Voilà mensen. Nu hebben jullie toch eens al mijn bekers gezien. Ik was ook aan het vonden, kijk als er nog ergens stonden. Nee. Dat waren al mijn bekers. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten van deze bekervlog. En geen een autovlog. Mwahaha. Het is een bekervlog, maar nu ga ik wel echt absoluut afsluiten. Ik zie jullie allemaal naar de volgende vlog toe. Dat is morgen. En morgen staat er toch een en ander op het programma. Dus ik ga jullie laten. En ik zie jullie morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Oei, oei, oei. Wat de hel, mijn scherm begint te flikkeren. Dus ik ga het nog eens een keer opnieuw doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te klikken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog of iets anders er online komt. Livestreams bijvoorbeeld. En vergeet deze video ook niet een likeje achter te laten. We gaan ook binnenkort nog wel eens iets leuks doen met de fans. Maar hoe of wat, dat wordt ook binnenkort wel nog duidelijk. Goed, groetjes, tot later.